Bosbedden, droombedden in Nieuw-Leuzen. De meest complete beddenspeciaalzaak met de beste service. Ik zit hier aan de tafel vol met foto's met Jannie Pessink. Aan de Zwartjeslandweg. Te midden van een hele mistige omgeving. Maar hier schiet het licht op een heleboel foto's. En ik ben blij, Jannie, dat ik hier eens even bij jou aan de tafel mag zitten. Ja, ik denk, we moeten maar kijken naar Zwartjes en als we wel wat. Dan loopt dat gewoon mee. Ik kom al op allerlei plekken tegen in de gemeente. Met gedichten en met accordeons en met zingen. Ik denk, ik moet toch eens bij Jannie langs. Is hun, wat die allemaal mee mag heeft in. Nou, meer dan 80 jaar, maar dat horen we zo. Want mijn eerste vraag is altijd, waar ben je eigenlijk geboren, Jannie? In de Luzen. In een huurwoning met mijn vader en moeder dan hadden, zeg maar. Yeah. Een jaar of wat. En toen heeft ze boerderij gekocht in Den Oost. En daar heb ik mijn jeugd doorgebracht, ja. Aan de Delensvoort. Aan de Delensvoort. En daar heb ik een heleboel willet. Want buurman Pauwers, die had grote zwierschaarsen, die waren mee te groot, maar die mogen wien. Zwierschaarsen? Zwierschaarsen, kunstschaarsen met dat. Dat nu niet doen zwierschaarsen. Ja. Mooi naam. Ja. En, maar toen het was de oorlog, ik kon dus verder op niks krijgen. En toen heb ik mijn vader en mijn moeder nog wat ruik bij Gooseling, zeg maar, waar nu Tony Timmerman is. En die passen mij wel voor spek en zout. Zout, dat is graan. En daar weet je het over. Ja, maar hier gaat al heel hard, want nu bouw al in de oorlog, hè? Ja, ja. En hoe oud wij dan toen? Want van Max Vrong, die vraag jij niet aan de naam. Jaar of 16, 17 en zo, of 14 misschien. Wanneer ben je geboren? 1930. 1930? Ja. Heel andere tijd dan ook. Ja, zeker. Dus in waar je het net over aan, dat zwierschaatsen, dat was in de oorlog, dus toen was je al een tiener, hè? Ja. 16, 17 jaar. Ja, nee, en ook wel bij jongeren, hoor. Ja. En weer een buurman, dan zwemwedstrijden en zo. Zwemwedstrijden op de voort. Ja, en daar doen we ook wel mee. Maar vertel dan, je aan het begin. Je bent geboren in Nieuw-Leuzen ergens, maar vrij snel door naar verhuisd naar de boerderij. Daar hebben we ook nog een foto van je. Ja. Een boerderij aan de Den Hulst. Of aan de Delensvaart. Aan de Delensvaart. Hoe heet die weg? Aan welke weg was dat? Oefvaart Noordzijde was dat. Oefvaart Noordzijde. Toen in die tijd. Dus later veranderd. Die boerderij is die er nog steeds, hè? Ja, die is uit 1800. 1800? Ja, dat stond in Stien. Achterop thuis. Ja. En woonde door al familie van u? Of heeft uw vader die... Die heeft mijn vader gekocht. En die moe van koopt u wit. En die woonde later tegenover de duken, zeg maar. Tegenover de stouwen. Daar heeft ze die van gekocht, ja. Dat is een grote kappen. En die woont nu in... een zoon van mijn broer Hendrik. En mijn broer Hendrik is naar de bakkerslijn gegaan. Tegenover de 7000, zeg maar. Ja, ja. Oh ja, wat 7000 was dat. Hoe vaar moe hebt door de boerd en later heeft een broer Hendrik het overnemen? Ja. Ja. En mijn vaar en mijn moeder hebben een tweede woning naast gezet. En toen zonder die boerderijen eigenlijk afgebroken waren, want het was uit 1800. Ja. Maar dat is nooit gebeurd. Toen waren ze toen allemaal nog niet zo krijgen. En dan moesten ze nog steeds. Die kinderen weer van mijn broer. Ja, dus er woont nu al de derde generatie. Ja, ik is er ook heel blij mee, hè? Ja. Dat die jongen, die zoon is in Utrecht kon voorkomen. En dan woont ze er met een tweede, maar dat was ook een ongetrouwde zoon. En ik heb ze zo aan het bouwen. Wij hebben ook heel veel ruimte, hè? En die moet er mooi best. En die broers kunnen best met elkaar. Toen zeggen die... Dan te zeggen van, nou, dan hoop ik dat ik met mijn schoonzus straks ook maar goed kan vinden. Uw vader was, hoe heet uw vader? Klaas Kouwen. Klaas Kouwen. Heb je niet gekend? Nou, ik kan me niet herinneren. Ik ben ook nog zo jong. Ik ben wel van hele oude tijden, maar mijn herinnering is wat minder. Hè. Ja, ja, ja. Maar Klaas Kouwen was denk ik een varkenshandelaar, of niet? Een varkenshandelaar. Dat deden alle Kouwens, hè? Ja, mijn grootvader was ook varkenkoper en die zijn broer, dat was Klaas Koon van de Moeren, zei hij altijd de directeur van de landbouwvereniging, die zijn broer was dat ook, dat was Roelof Koon en dan was mijn vader zijn broer, Hendrik Koon, was ook
Harmkober en mijn broer Annek en Anne Jan kwamen ook. Wij nog wel bij de Harmkobers. En lopen ze elkaar dan niet in de weg? Zaten ze elkaar niet te beconcurreren? Nou, en wie een keer hier naartoe kwam, Jan Stegeman, die kwam weer aan. En toen zei hij van, ik zal er wel over hebben, wie, omdat mijn vader aan zat in de varing zat, hè. Ja. Wat deed uw vader aan met die varing? Je kocht erop in de boer. Ging je er dan altijd mee naar de markt? Of? Ja, ja, met naar de markt, ja. Ja, in ja. Zwolle of in Ommen? Even naar Zwolle, maar toen mijn broer en ik uit de militaire dienst kwam, die zegt tegen mijn vader van, als je vrachtauto koopt, dan help ik ook. En naast dan zoek je wel aan de werk. Nou, en dat is gebeurd. En sindsdien dat mijn broer en de grootste broer en de Jan, mijn vader, ook met de handel en zo, toen ben ze geweldig voor u gegaan, ja. Met een vrachtwagen hebben ze toen gekocht? Ja. En waar ging die varkens toen, hè? Nou, mijn vader ging naar Sneek en Utrecht en Bolvega en zo. Oh, die ging echt, zeg maar, het halve land door. Ja, maar, hè. Ja. Ja. Een bekende handelaar in wijde regio. Ja, want die vader die wilde ook wel de auto rijden. En dat konden dan ze eigenlijk ook wel denken, maar als ze theorie had, dan valt dat in de slot. En toen zei Herman van de Berg. Ik was daar op pad, hè. En in weer en wind, nou dan kun je soms wel hem in de slaap komen. Ja, ja. Dus dat lukt niet. Maar een keer. Ik vond de theorie zo saai dat de benen slaap vult. Nou, mijn vader gaf gewoon de natuur zien door zich gaan. Ja, precies. En toen moest, dus hij kon zelf niet rijden op de vrachtwagen? Nee, dat doet mijn zusje Annie. Die reed ook op de vrachtwagen. En mijn broers natuurlijk, hè. Mijn zusje Annie, ja, jongste zusje, had ook wel een vrachtwagen die bewust. Met hoeveel kinderen waren jullie dus? Zo. Eén leeft niet meer, maar Daan leeft allemaal nog. En allemaal hier in de buurt? Ja, allemaal hier in de buurt. En de oudste die is al zo'n 80. En ben je dan de tweede misschien? Ik ben 84. Ja, je zit in de buurt. Niet meer van het jongste volk. Maar wel het meest wijs. Nou ja, ik weet eigenlijk, ja, je bent aan de lijnen komen uiteindelijk, hè. En gelukkig is dat ook nog een tolk kunt. Ja. En die jongen in de, aan de voort, hè, want in de winter kon je dan schaatsen. Wat herinner je je verder nog u die jongen? Ze zwemmen, daar was ik ook. Nog niet, hè? Nog niet, hè. Nou ja, goed, zwemmen bij jullie net in de voort. En aan de kader kun je wel staan, maar in de midden en zo niet. Nee. Dus en de buurman Bouwers, die ervoor dus altijd vast aan het touw. En zodoende, we zwemmen lid. En hij tot Weijers, die woonde in de Noordhoes, er was nog wel meer of wat. Als zoiets zwemmen kon en die kon er voor de haven komen, dan kon ik ook zwemmen. Ja, dat was genoeg. En waarom deed de buurman Bouwers dat? Omdat hoe vaar op pad was? Die vaar kon dat, niet de wagen, zeg maar, die was de boer niet. En Bouwers wel. En hoe moe die was druk? Mijn moe die was druk met aan de werk. Die moest in veur in huis en in tachters. Maar die was toch goed aan vertrouwd, hè? Ja? Ja. Ja, want uw vader was varkenhandelaar, maar ook boer erbij. Ja, ook boer, ja. Maar mijn vader was vaak een daghuurder. En het zijn ook wel diensmergen hier, de biozus. Ja. Ja, toen ben ik klein waren dan, hè? Maar buurman Bouwers, die bekomen zich om hun zwemles. Ja, maar kijk maar. Die man is toen een boer en zo aan de weg en zo, omdat de tijd over had en zo. En die kon er wat water hebben, voor het maar was fijn. Ja. En dan ging je zo het water in, met een touw op de boek? Ja, en gemaakt zwempak van Patruin. Nou, dat was dan een zwemmen met kleren. Ja, dan komt dat wel af was. Ja, dat was dan dankbaar. En met wie speelde die in die tijd? Nou, als kind zijnde. Meisjes van de buren en zo, ja. Ja, en vriendin, nou ja, wel, het zal wel wat groter worden en zo, hè. Ik had een verre nichte van Janna Sterk, zeg maar, uit de moord. Die kwam ook altijd in bij ons en ik door, want mijn grootvader woonde in Celdus. En daar hadden we nog een paar meer, ja. Ze zien naar Beke van Oost, die kan altijd geweldig dicht. Oh ja? Ja. Dat is ook nog familie van Elegant trouwens. Mooie tijd daar zo aan de voort. Ja, zeker.
Maar toen weer bierzwijn, dus. Toen. Gingen we ook eens een dag, hadden we ook toch bierzwijn. We waren wat vol, dus. Dan kwamen ze nog weer bij ons, een vrouw uit Heldenboom. En toen heb ik ook bij Goede Snieden nog een gewone boerenwijn. Met opzetstuk. Nee, niet, ook geen opzetstuk. Zo'n raambal erop. En dan moest ik weer op leggen. En gewoon iedere keer een. De wijn en te kikken en zo af goed gang, maar ze bent de best met bier komen. Want moest u de moord komen, zeg maar. Ja. Bij de leeftijd weg. Ja, dat is. Mensen laat. Dat is door richting Westerhuizingenveld? Nou, niet helemaal, nee. Waar is de moord? De moord weg, dat is. Nou ja, wat zeg ik? En nu, je weet de brug 4, zo weet je niet van eerder. Hè? Zo, nee. En dan de eerste weg in links. Ja, bij brug 4. Strootweg, ja. Maar dan moest je helpen op de boerderij thuis, maar ook bij anderen ging je dus. Ja, we hebben alle boeren wel geleerd. Ja. Ja? Van de haakwerk tot machinewerk. Melken ook? Ook trekkerie. Ja, ik heb melkcursussen gevolgd. Ik heb heel veel cursussen gevolgd ook, ja. En ja, de moedervakschool in Zwolle gewoon nog meer een poos, één dag in de wegen. En, maar eerst naar de Uzelschool, dacht ik, hè? Ja, eerst de Uzelschool. Eerst de lerenschool. Waar ben je naar de lerenschool van? School C in Den Oost. En daar waren we ook bij de zangvogeltjes. Dit is een de schoolmeester die had zelf een groep in de zang. En dan mochten wij ook toneelstukjes. En ik was een keer afdame en twee keer koninginnen. En dan was Henk Koon van de Slager uit Leemelen, mijn achterneef. Die was de koning. En een keer in een werk hofdame dus. Ja. En dus dat was ook wel leuk. Maar waar stond die school C? Dat weet ook niemand. Ja, dat was later de Derova in Nus. Oh ja. Ja, en de landbouwvereniging weet je ook niet natuurlijk dat die er was. Die is later afgebrand. Ja. Dat is ook nog een beetje opgebouwd volgens mij. En dan gingen we bij de landbouwvereniging gewoon weer ook eens aan de school. En dan gleden we door die zakken en zo. Deurgeleen, gele gingen we ook weer deur. Ja. En mochten we van de baas van de landbouwvereniging? Nou, ik weet niet. Of was het voor niks? Ik heb het nooit. Ik heb het nooit verbaan. Een soort glierbaan. Ja. En als dan de graaf, dat was een beetje zeg maar, die stokken er altijd de graaf. Er was een vrachtauto. Toen in die tijd gingen we denk lopen naar school. En dan sprongen we door weer achter om die klappen van de auto en dan gaan die zo naar die met. Dat was mooi makkelijk. Alleen moest je bij je schilderde groot weg, dus toen kon je er weer afgaan. Ja, schilderde groot, waar zat die? Schilderde groot en nee, die verderop. Nou, gewoon weer er maar weer af. En dan schilderde groot vroeger, die woonde er ook. Dus ik denk dat het een familie was van de C1000, de Groots. Ja, ja. En dan zei hij van kloppen en klubbisch, ja. Je weet zijn ding, gewoon van kloppen, klubbisch. Mm-hmm. Ja, en dat vond hij zo gek. Oh. Maar goed. En die vrouw die had al overal kraanlingen in de wc en zo. Die was heel secuur, ja. Geen kinder. Yeah. Maar die was heel secuur en zo. Ik geloof dat ze boer in de kelder woonde. In de kelder woonde? Ja, dat is toen wel verkeerd, ja. Oh. Die woonde bij de schoonhouden. Een behandelbaar schoonhouden? Ja. Dat is wel allemaal bij je gebleven als kind. Kwam je wel eens? Bij de groot, ja, dat kwam bij mij eens. Dat is een orgelman, hè? Ja. Ja. En toen je dan van de Uzelschool af kwam, ben je toen naar de boerenvakschool geweest? Toen ik 19 jaar was, toen ging ik dus in de tijd een dag aan werken om mijn jongen helpen wassen en zo. Ah. En naar de school snijden en zo. Maar we gingen ook met de melkbussen aan de fietsen. Mijn zuster Adrie en ik naar de buurten, dit is de gemeente, de Vinkenburen dan. En helemaal naar de lichtbus, maar mijn 5 uur er ook helemaal laan bij. Het ene laan, daar gaan we op het kutbuurs. Ja. Maar dat was dat huurlaan. Maar dan vullen we de gewoonste zaken van de wereld. Maar mijn zusjes, mijn jongere zusjes, gaan laden met de auto mee. Dat veranderde in die tijd. En als we dan over de stal gaan, dan vond ik bij Schippers, was dat geluk. Mina Snel, die vrouw. Die had door appelboom, want die vallen altijd af en dicht. En dan stonden we met een paar meer, en dan waren we zo onderweg op. Ja, je moet toch wat energie op doen als je zo hard moet werken. Ja, en
ach, mijn vader zou die gaan gaan de schulders met en zo, want dan was die melkbus in de koets waar die de kalk heen sloot. Och, van mester in, tot eeuwen schrappen en, nou ja, alles ragen binnen en opzetten en soort, zeg maar, hè. Ja, en dan gingen wij naar mijn oom en Dirksterring in de Moord. Daar zijn ze ook een hele lab op de kievenzij en zo, dat was grond, dat was allemaal allemaal. Door mijn grofvijs hoe eerder en die grond had later mijn oom en Dirk. Ja. En die was dan ook met de oogst en zo heel veel mis nodig. Dus bij ons in die tijd, wij hadden hem ook en zo met opbinden en zo en opzetten. Ja. En dan waren er die vrouwen, die tante Jantje en zo, en van Weijers, die hadden allemaal van die witte overen, maar dat was niet zo ieder. En dus in die tijd hadden ze ook nog geen overals, zeg maar, hè. Nee. Die witte overen, maar nou wel gauw vies. Ja, de waren ze denk ik ook wel, maar denk ik dat het ja. Ik denk wel, ja. Maar kun je nog, als je eraan terugdenkt, dan zie je al die witte overen. Ja, en zie ik het allemaal nog, ja. Ach, die waren warm gewend en dat was ook heel gewoon. Tegenwoordig, de kinderen die leert allemaal zo'n beetje, hè. Want, ja, de buurman, en dat was hebben Ruvers, en die zei, weet je, er komt nog gebrek aan volk, het volk kan maar dan. En is er dan? Komt in de dorp bij Soewen, ja. Iedereen begrijpt bij die. Ja, de gebioes in de familie net zo, ja. En dat is ook nog maar rijden goed. Is het dat lukt? En dan hang ik ook eens op de. Wie wij zien, die hadden nog vroeger een bromfietsen, zeg maar. Een kapiteinmobilet, dat weet ik nog goed. Gewoon op mijn zolder. Nou, en toen kregen wij hier een. Ja, het was wel een zwolder, hè. En die moest nu ook bij de poortjes langs. Maar toen moest ik eerst via de dorp. Rie, moest ik eerst klaar, maar dan had ik jou nodig, want ik zag, ik vond het groot onzin. Hij vertrouwt me niet helemaal. maar ja, het was wel veilig natuurlijk. Maar leer je door op die modevakschool dan? Nou, nee, zo. Ik maak een jaar, ik vind me moe en mezelf en ik heb hier nog een mooie dansjaren, dus dat heb ik ook zelf gemaakt. Ja. En wanneer heb je dan Hendrik Jan ontmoet? Het was een dubbele brood bij Willem van Oost op de delen, een vriendin van mij, en dat mogen wij ook aan natuurlijk. En toen volgens mij was het niet het eerste, maar en ik kan zeggen altijd van opties, maar allebei. Met elkaar eerst een beetje aan leren kennen, maar ken je hem al van eerder dan? Nee, ik ken hem als niet, maar en, mijn vriendin had ook geen verkering en ik voelde mezelf nog een beetje te jong. Ik was nog niet zo drap op. Hoe oud ben je dan? 15 jaar of zo, 16 of zoiets, ja. Was nog wel jong, ja. Maar ja, het was een beetje scharrelerij dan, hè. Was Hendrik Jan uw eerste vriendje? Ja. ja. Oh, ik heb weer meer kansen, maar. de eerste was de beste. En toen je gewoon bent, dus toen trouw bent, toen is de boerderij is hier gebouwd. En toen hebben we eerst in de huisschuren gewoond, in Kippenmalen. En we sluiten met Varkenhallen. Ja, en dat is hier aan de Zwartjeslandweg? Hier aan de Zwartjeslandweg, want ja. Want er wonen Hendrik Jans in Olders? Die wonen een einde verderop en die heeft in Duzen ontzettend, die boerderij, zeg maar. Toen jullie, speciaal voor jullie? Ja. En toen later, toen die schoonzonen van Oost dan ook eerst woestien wonen. En dat waren we ook wel fijn, later niet meer trouwens, hoor. Want met z'n jongeren is een fabriek is weg, maar ik heb er toch maar van overzien. Ik kon zo veel werk niet een beetje bij zijn als ze wel. Maar hij werkt nog 3 dagen, want hij had een flesje omgebouwd. Maar jullie zijn hier begonnen in, wanneer ben je trouwd? In 1954. 54, en toen ben je hier op deze nieuwe boerderij begonnen? Ja. Maar hij was nog niet kloor dan? Nee, hij was nog niet kloor, dus hij was nog aan het tummen. Ja. En daar ligt hier nog een foto van, maar... Wie heeft dat gebouwd toen? Nijman, aannemer met zijn werknemers, hè. Was dat hier een plaatselijke aannemer? Ja, plaatselijke aannemer. Ja. En wij moesten de koen, de luipmier, zo'n koenboom hebben begund. En die moesten de balk maken. En dan kon ik de tummelie koffie geven en zo, hè. Ja, maar toen je ziet, was alles nog op de fietsen. En dan loop ik zo'n smiddags, wij zo'n
huis, hè, of op de schuren. Dan dacht ik, ik wil dat er geen van ons huis kwam. Dat was wel heel afstand op fiets hier, hè. Ja. Maar ja, je raakt er ook aan gewend. Waar je voelt niet een beetje eenzaam hier? Het is vooral zonne, zei ik soms een beetje, ja. Ja. Want jullie aan een hechte familie. En er wordt heel wat afgepraat. Ja, ja. Schat ik zo. Ja, maar dat is dan een hele schaft. En dan op zondag is het en dan rustig, hè. Ja. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd in de jaren 30, 40. Als je dan elkaar als 15-jarige op de bruiloft tegenkomt. Oh, dan is het u daarna. Ik wou zeggen, hoe giet het in die tijd, want je hebt geen telefoon. Nee, ze komt zo weer op de fiets, zeg maar. Die afstand was nog met de brug. Hoe werkt het dan eigenlijk? Nou, en ik heb die. Ik was heel serieus door die. En, ja, die oude dag. Die bleef iedere keer in de noos komen. En zo zat, ja, zo zat. Hij bleef hoe bij die. En zei die zullen soms. Poesie in bakkers met elkaar. In bakkers? In bakkers, ja. Ik stond ook in bakkers bij de boerderij, je ziet. Van mijn broer en ik. Van mijn vader. En als er dan een jonge verkering met woont, aan Walden, is er ook nog een stem in? Hoe was dat die? Oh nee. Nee? Nee, die bemunderen niet met. Oh. Maar dan hoorde ik dan wijs, hè? Dat was vrouw ook nog wijs van, oh, die, is ja. Niet, die is niet goed genoeg en die is wel goed genoeg. Nee. Nee, dat heb ik niet zo. En weet je wat toen was? Toen we dan trouw ben, we waren 23 al beide. En toen in die tijd was in de cafés de feestje aan het opkomen en zo. Nou, om half 4 of zo lagen we in bed. En dan ging ik langer, tja. Op de bruiloft? Het was helemaal van niks, het was bruiloft in café. In plaats van op de boerderij? Ja. Maar daar hadden we drie natuurlijk. Maar een jaar eerder waren mijn vijf en moe 25 jaar trouw en die hadden dat ook bij de Unie, bij het café, niet meer was dat vroeger. En misschien bij ons vonden, maar er zat een jaar tussen zo'n baby. Ja, en dat was wat apart, hè. En dan, ja, oh god, dan kwam er een bus verder achter en zo, dan en zo, hè. Ja. En er was en meester Mulder en meester Disma, die leidden die bruiloften. Die leidden de bruiloften? Die leidden de ceremoniemeester. Ja, precies, ja. En dan was dan heel, aan het kapitel op papier, dan was die aan de beurt en dan was die aan de beurt en zo. Er waren dus geen familieleden, maar die waren gewoon, als het ware, 1 uur te ver? Nee, die melden er zelf aan de man graag. Oh ja, die melden er zelf. Ja, toen was misschien ook wel zo laat. Dus dan leunen ze van, nou, en met Jan en Jannie die gaat trouwen. Lozen maar eens bellen, of nee, lozen maar eens gewoon. Ja, maar die hadden ook wel nu nodig in Jan, hè. Er waren nichten en mijn zo en ooms en tanden zo. Ja, was nog een beetje. Maar dan zeiden ze van, wij willen wel ceremoniemeester zijn. Nee, maar dat hadden we vrouwen, maar dat waren buren ja. Van mijn tante Dindy, die er nog kende en verhuisd is. Oh ja. Met Jan Jans. Hmm. Ja, meester Muller, met meester Wiersma. Ja. Toen ben je begonnen met Zeumkoen. Ja, nou en als zo'n beetje goed ging, ach, dan ga je wat naar boven, hè, je doet het beste. En dan heb je melkbussen meer aan de weg en dan nou, ben je ook weer met melkgeld. Ja. Dat was gewoon mooi. Ja. En als je tevoren pech hebt, dan lukt dat wel. En varkens erbij, denk ik. En varkens en kip. En later een soort, alleen koen. Ja, nou ja, en goed. Die, Willem was dus de gedoodvijfde boer, de ene jongen, en was eerder was automatisch zo'n beetje boer, hè. Toen zei hoe ze Willem van, nou, als Aans helemaal geen werk hebben, dan ik niet. Maar nou, zo nog niet, zeg. Toen dacht ik van, nou, ik wil het maar niet doen. Hij liever van Aans wilde, want hij was altijd heel druk en bezig en zo. Ook een keer, de zondag klonk de buurt, ja. Was het drang aan het tummen, maar toen dacht ik, ach, is gezond bezig. Hier zijn we toch al geroemd. Ja, ja, ja. Willem is een zoon van u. Ja. Want hoeveel kinderen hebben jullie ping? Vier kinderen. Vier kinderen. En die tweeling dan ook erbij, ja. Ja, er is ook een tweeling bij, hè? Ja. Dit is deze. En Willem is die met die krullen.
Ja, je zoon zijn een meisje en een jochie van links zie naar rechts, dat maar het is nou, een hè? Zie dat nou dat die jongen was. En die had toen weinig hoor, maar toen ze dan op pannen ging west, is een man op stapels en zo, die had dat spulver en dan wilde door, wat had er groen. Hoe ja, door haar groen. En dat was een mooi busje hoor, met golm en wat ook, ja. Maar hoe heet zij? Hendrik. Hendrik? Hendrika. Hendrika, en die is nu naar mijn schoonmoer. Die een Hendrikje. Ja. En dat is Willem, die is mijn schoonvader nu. En hoe je doet bij? Die waren kleven nu dus. Ja. Dat is gewoon al dus. Hoe was dat om een tweeling te krijgen? Nou, dat was een verrassing. Ja. We wisten er niks van. Nee. Tegenwoordig wisten het wel, maar ja. Weet niet. Dus, en ze waren 4,5 en 5 pond krab aan. En ik zal er mijn beste voor doen. Ja. En dan de Jan op de brom fietsen naar het dorp en luiers bij op aan en truigjes en de spul. Ja, dat was helemaal een verrassing. Ja. Ja. Dat en we hadden een kraamverzorgster voor dag en nacht. Je kreeg extra kraamzorg omdat het een tweeling was. Ja, nou ja, we wilden wel gewoon betalen, maar dat gaat niet. Nee, dat moet. Ja. Die weet nodig ook s'nachts, hè, was ze met hem en zo. Hard werk nog. Nou, en toen had ik van de dokter nou weer school, moet je iedere keer op wing en zo, als er genoeg bent. En dat was van dokter Dekker vroeger. Mm-hmm. Ja. Want had je toen ook al andere kinderen, toen die tweeling kwam? Ja, één meisje, Femi. Femi best, ja. Dus ja, die was ook nog niet zo oud, dus ja, een heel druk gezin in eentje. Ja, hij is 2 weken, die heeft dan... Dan ben ik wel drukker. Maar ik merk in de buren die ik wilde en hem kinderen overdag wassen en zo. En later heb ik zusje, die kwam met altijd helpen, zus Femi. Hmm. En zo, een dag helpen, ja. Ja, dat ben ik allemaal nodig. Ja, en het heeft ook niet verveeld, want die heeft later nog een dochter gekregen, hè? Ja, ja. Klaasje. Klaasje, hè? Klaasje, ja. Nou, dat is heel... Toen maken we ons niet foto's meer, maar nou niet tien meer weer. Nee. Daarom zei ik naar het ding, de marino, maar jij bent naar de fotograaf, maak ik er nog maar één. Dat vindt er nogal wat leuk, maar... Ja. Nou, je hebt foto's zat, want het ligt hier heen, maar je hebt heel uur vol met foto's. Ik ben er ook wel droog met de wijs. Ja. Maar het is ook wel leuk om ze allemaal weer te bekijken, hè. Want ik heb een foto al eens hier zo van hun alle familie sterken. Ja. En de generaties gaat verder, want hier heb ik een mooie foto. Ja. Om de hele familie maar eens even te pakken. Wat is hier aan de hand dan, Jannie? Dus de kleinkinderen, de kinderen hebben allemaal nemen zien kring toen ze trouw bent. En ik vind dat ook de kleinkinderen, de Weberhelf, dat die allemaal dienen is wat meer ideeën voor het dader, maar en ook, ja, ook handiger misschien. Maar ik vind, als je trouw bent of wordt, dan kun je niet zonder nemen zien. Nee. Hij heeft me daan bedoeld, het duurt veel langer en het wordt nog minder mooi ook. En toen zijn alle meisjes een nemenmachine gegeven? De jongens ook, die waren er niet allemaal. We waren wel met vakantie en er waren een paar die aan eraan wat dus. Ja. En hier in het duur Engeland, die volgen al een... voor de televisiecursus en zo, of het neen en zo. Ja. Je hebt ook altijd wat bij, die hebben echt idee voor, hè? Ja, dus niet iedereen is er helemaal nog in. Nee, ik gaf ook niks. Ik kan maar naar dan nee, dat viel in ieder geval gauw. Hoe 4 kinderen, die woont hier allemaal in de buurt, Jannie? Ja, ook allemaal nog. Dat is wel mooi, hè? Behalve Willem, die woont in Delvendig. Nou ja, dat neem ik toch ook in de buurt, hè? Ja, ja, dat is in de buurt, hè. Vlakbij, het is eigenlijk niks wieder als hier naar de kerk moet. Nee, dat is heel dichtbij hier zo, want... Ja, ik ben in die gelukkige omstandigheden. Maar kijk, hier die kleinkinderen zitten overal, hè. Kampen, Harderwijk, Utrecht, ja. Amsterdam, Groningen, ze zitten overal. Engeland. Ja. Fijn dat je ze zo dichtbij hebt. En dat blijft ook zo, want die woont hier dus nu al een hele getrouwde leven, zou ik maar zeggen. Ja. Maar, Iwan 60 jaar getrouwd met Hendrik Jan en vrij kort daarna werd hij ernstig ziek. Ja, ja, zeker. Maar je slokte daar een kanker en op het laatste. Toen kreeg hij allemaal van die vloeibare drank van de apotheek en zo. En het gaat niet meer zo goed, nee.
Nee. Toen zeggen ze mij, dat was de laatste nacht toevallig. Ik zeg van, genien en verarging, hoe zie ik als ik me voel. Ik verlang zelf ook nog het einde. Hm. Ja. En als je op je bent, ja. Dan ben je beter of hij zeg maar sterft als hij nou maar voort moet maken, hè? Ja. Hoe was dat voor u dan, als je 66 jaar samen was dat? Ja, natuurlijk. De eerste tijd is het, je bent wel meer dan een half jaar nodig voor dat je weer in de deur bent, want je bent ook moe van alles zonder dat je zelf in haar hebt. Want ik heb nog geen uilbad, maar dat was trouwens wel net aan toe, hè? Want ik merk ook wel dat hij ook wat minder stevig was op de been en zo, zeg maar. Ja. Ja, dat is wel een krachtige persoonlijkheid, ja. Ja. Maar zakt een wereld dan in elkaar, of hoe werkt zoiets, of kon je het goed verwerken? Ja, ik heb dan zien komen, dus... En dat scheelt een stuk. En neem hoeveel leeftijd nou in acht. Hè? Kijk, als je over de 80 bent en Jan was 83 en ik ben nu al 84. Dan zeg je me maar dan in mijn kerk neem als je zo'n einde komen mag. Hè? Maar als nog de muiden weer is, dan ben je er nog een poosje mee. Maar zo wordt, ja, dan verlangt iedereen wel naar het einde, denk ik. Ja. Was voor hen de Jan ook wel goed zo? Ja, en de Jan had er goed vrede mee, ja. Ja? Dat maakt het voor u een beetje makkelijker, denk ik. Jazeker, ja. En nou ja, zo is het ook. Als je zeg maar de leeftijd hebt, scheelt wel, hè? Ik bedoel, als je een jong mens hebt, dat vind ik voor dat. Gewoon zo'n de hobby's niet aan een jongen te passen best zijn. En ook de auto op de midden. Dat was het eens, maar ik moest helemaal de wc een uur of twee en toen. Was er zo licht, was net wat de transformator als je wel in de brand stond. Hm. Maar dat was het niet, en toen was het iets minder en zo. Maar het bleef maar en het bleef maar. Toen kwam ik later nog een keer weer uit. En ja, toen was het nog, ik denk, was zo door toch mee. En toen was dat de jongen, die was zijn boom opgereden. Het was wel een eenzijdig ongeluk. En ja, het was ook slagdood of zo. Dus gewoon, ik heb hem niet gekeken, ik wist gelukkig ook niet. En dan sta ik helemaal niet weer slapen. Nee. Maar jullie gingen vaker samen en dansen, hè? Jazeker. Ik vond hem altijd mooi. En dan de verkleed dansen en zo. Hou je dan maar foto bij, hè? Wat is dat, verkleed dansen? Verkleed dansen, nou, dat is... ik had eerst Boen Hoena en zo. Toen hadden we de tweede prijs. En toen had ik... En toen hadden we nog een keer van een bruidspaar. Toen had ik een jurk aan. Die had ik al heel lang uit met onze... 24 jaar trouwd uit die kocht, dat was een lange jurk. En die had ik aan de trui, en er was er nog een bruidspaar. Dat was in Runewold, bij Centraal. En die was nog een bruidspaar, in mooi twit. En zo, maar we hadden alles tot in de puntjes wat erbij waren. En dan die mensen niet. En zo doen dat wij de eerste prijs. Want ik dacht, ik denk, dat heb die mensen, maar dat was niet zo. Maar dus jullie hadden aan ze dacht. Ja, ja. Ja, ja. Wat voor dansen deed je dan? Nou, gewoon stuilzaam en zo, ja. Als wij konden, hebben we gewoon nog eens op dansles, hoor. Ja. Foxtrot, wals. Foxtrot hebben we ook nog, dat we misschien niet helemaal precies was, helemaal precies was, maar we konden meedoen. Ja, een eigen versie. En zo gaan we dan mee. Ja, zeker. Want en die weet ook helemaal aan elkaar, hè. Ja, natuurlijk. Ja. Wie organiseerde die wedstrijden dan? Dat was helemaal in Runewold, dus dat was niet hier. Dat is in Runewold, maar dat doet het bestuur, zeg maar. Het bestuur van die groep, die organiseerde ja. Iemand, ja. Precies. Nou, oh, dan doe ik ook nog wel graag mee. En bij Heerse wezen dansen in Rune. En bij de chauffeurscafé, daar hebben we weer een groot feest daartoe. Koffiecafé is dat. Uffete! Uffete, ja. Dus jullie doen door de eerste priester, dus die raken nou bekend ook in de streek? En ging je dan verkleed als modern bruidspaar of met zo'n mussie bij de Rebbelingen? Nee, nee, niet met een mussie. Oh. Nee, eenmaal, ik heb nog een keer wat nieuws van Belcanto. Ja, daar wil ik niet eens precies bij dat. Ja? Ja. Maar die doe ik maar wel in.
Hier is een mooie verkleden foto, maar dat is een beetje jong. Oh, dat bent kleinkinder, ja, dat is ook mooi, hè? Nou, ik zo wijs foto's, natuurfoto's en zo. Oh ja. Ja. Mooi. En die paddenstoelen. Hier heb ik er ook ene, dacht ik. Oh, dat is toch gewoon die grote ballon was. En de buurman Henk van Leuzen. Ja. En toen waren we ook even naar de weg. En nou, toen ze een foto maakt van hoe. En ik stond weer nader in de marskramer of zoiets. Ja, plaatselijk ja, bladdy natuurlijk. Hè. Het is een ballon die erachter ziet. Ligt. Ja, het is een ballon, ja. En die gaan door de sloten en overal deur. Zo? Balkbrug, overal kwamen ze. Ja, deze foto, dat is... Nou, toen ging het peert weg en toen trekker weer kocht, ja. Hier werd de peert ingeruild voor een gemotoriseerde versie. Ja, en ik van Luzen, onze buurman met Dina, kwam hier vaak en hij zei koffie drinken, zonder de kerk en dan... die heeft die foto gemaakt toen. Ja. Dat kon mooi, want hij dan zegt met Nal Dormozen, moest dat gebeuren. En vond je dat niet sneu voor Peert om hem weg te doen, of voor jezelf? Nou ja, die gaan van misschien erger als voor mij. Ja. Trek het in de evenement, maar Peert men niet. Nee. Ja, ik ben donen, maar toch niet de dan uit. Nee, op het trekker doe je zelf ook wel erin, hè? Want ik zag een foto met... Ja. Oh, Lucius en zo zet ik ook maar eens op de foto. Is die er nog niet meer trouwens? Dat was van kutte kinderen in de bloempjes. Ik zag een foto daar op de... Ja, het aanriemen nog niet? Ja, op de paardbrug, zeg maar. Dan ga ik aan de gang weer een aan en dan later een likkenbeet met de varken en dan reed ik aan. Ja, ja, ja. En de overstelling van Trant met de uien eerst, die begon na, begon niet met een overdraaien. Dus, en dan, nou, hang met de... Was ik in de jacht op, gewoon met de vuurrein van, want dat was, die eerste trekker was niet zo zwaar. De vuurrein van de grond, maar toen op de, ik denk, de commandant kan in de sloot terecht, dat ja. Mag ook gelukkig goed. En toen weer op de vlakte buiten, kwam die rein ook zo weer aan de grond. Ik ben nooit zo erg bang als die. Nee, hè? Nee, want dat blijkt ook wel, want hier heb ik gewoon gedichten vuurdragen op een podium, weet ik. Ja. Je hebt iets met gedichten, hè? Ja, ik heb de moesport van de Velio, een heleboel moesporten gekregen van een kennis. En daar kijk ik dan bij zien of er nog wel eens iets dat de muiden weer is. Wat is de moesport? Is dat een... Het is ook een dialectgroep door de Velio. Heeft hij een bladdy of zo wat de moesport heet? Ja, dat ben ik zeker. Ik ben hier wel aan het zeggen, maar ja, heb je daar nog niet zo voor dan. Nou ja, maar ik geloof wel, maar ja. door in die gedichten die jij ook hier in de streek wil voordragen. Ja, als je wat inzagen dat dingen nodig kan wel lukken, dan wel ja. Wil je er nog iets doen voor ons? Ja, maar. Nou. Oh, van stilte. Gebeurt wel soms dat ik s'avonds later mij nog even wil vertrekken. Dan is zo stille en zo lusterig, dan kan het er soms zo mooi nog mee. Het soezelt zachtjes in de boom. Een vleermuis fladdert nog wat rond. Schuif een grendel op een deuren en in de veertje blaft een hond. Dan ben ik alleen met mijn gedachten. De lucht volstient zo boven mij. Dan denk ik aan de dag die fut is. Soms ben ik dankbaar en ben ik blij. Maar ook wel vaker dat ik me schaam voor wat ik gedaan heb en zeg. Soms heb ik gedaan wat ik moest laten en wat ik moest doen, leuk vaker weg. Het is goed dat je in de avondstilte iets nog had wat er is passeerd. Maar het helpt toepas dat je ook kan zijn, ik heb weer wat bij of afgeleerd. Ja, zo is het. Je kunt het niet alleen onthouden, maar ook heel mooi voordragen. Oh, mooi ja, goed. En ik denk ook dat je het heel goed in kunt leven, of niet? Ja. Het gedicht past ook bij jou, hè? Ja, ja. Achterstechter wees meer van die je minder geschikt wordt. Een gedicht op een melodie, dat noemen we een lied. En daar heb je ook van alles mee, want die zingt ook heel graag. Ja. Je hebt in ieder geval bij het Koumkoor een hele tijd zin. Ja, 11 jaar. 11 jaar bij het Koumkoor. Waarom ben je ermee gestopt eigenlijk?
Waarom ben je ermee gestopt? Door die, maar zo vaak, drukte, en hij met de historische vereniging niet samen. Er was een werkgroep van onderlieden, dus daar ben ik dan nog wat bij. Maar met Kalkenkoren, 11 jaren donen, en dat is dan toch ook wel apart, want dat is allemaal familie, hè? Ja, ja zeker. Maar ze zingt nog, en ze zingt ook wel mooi, hè? Ja, ja, dat bestaat nog steeds. Ja. Ja. En ook vullen optreden? Zie maar, voor de duur. Ook in jullie titel? Oh, ja, en hoe het ziet ook wel, want ik kom naar een dag naar zo. En dan ben ik ook weer reclame voor Kalkenkoren. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Nou, dan moest ik ook ongeveer en zo. Maar ja, later hoeven ze niet meer in. Zal Hendrik Jan ook op het koor of niet? Ja, best, ik zou doen. Aangetrouwd mag ook mee doen. Aangetrouwd mag ook mee. Gewoon maar als die niet zijn, want het is al een hele duntje. We hebben er eerst middel 30. Nou, en dan ben ik ongeveer op de helft. Maar ja, 20 jaar, als je hebt 20 jaar bestaan. De tijden om te zingen, dan kun je in tijden wel heel wat aanleggen, hè? Maar ja, in het begin vind je een rare fijn natuurlijk. Het is een beetje, ik ben een beetje verheerd, dat soort dan vooral. Maar ja, je maakt dus ook druk als je zelf wilt. Want ja, in het hersen wordt je ook zo vaak. En ja, zo, dan maak je reclame voor de koning. Dan ben je toch zo vaak uit. Dan doe je te druk. Ja. Maar je hebt ook wel wiet. Op het trein? Ja, zeker. Waar gingen jullie naartoe? Tent en zo. En dat was ook wel mooi, hè. Waar ging je helemaal naartoe dan? Nou, ja, Helden en zo volgen mee. En ja, Overveen en Bitsas en de West. Nou. Ook invullen te huizen en zo vaak, hè. En ging je dan met auto's of met een busje? Ja, met auto's. Ja. Nee, niet met een busje. Iedereen zou zichzelf. Ik heb zo'n idee, maar ik misschien helemaal mis, maar als je een bussen vol met kouwens hebt. Dat er heel stil is. Ja, ze hebben ook een keer in een kerk in, ja, was een beetje terecht, die kant op en zo. Ja, dat vind ik een beetje raar, die is een beetje in de kerk gezien en zo, maar ze zijn dat was dan gewoon. De kerk moest juist gebouwd beschermen. Je hebt dingen maar gevoelig, de kerk en zo, die sleutel werd en zo, hè. Door de meesten rechtop. Ja, en door mee het geloof ook voor een stuk. Ik weet niet of geloof voor is, hè? Dat hoeft niet. Maar bij een eerder een onder zijn kerkdominee zijn ze, ik kwam uit Amsterdam. Hoe nu ben je? Onder zijn kerkdominee, ik kwam uit Amsterdam. Onder zijn kerkdominee? Ja, want die kon nog altijd zo boeiend vertellen, hè. En die zeggen, als ze die een koele wijn in de kerken, daar is nog geen auto, zeg. Ja, en dan kun je even gaan liggen. Een kroelwijn in de garage, zei hij. Ik zei, wat zei hij? Een kroelwijn in de garage, drum is nog geen auto. Ik vergis niet mee. En zo is het. Een ander koor is het koortje... Of het werkgroep van Oude Liedjes. Werkgroep van Oude Liedjes van historische, de historische vrienden. Dat is een hele mond vol. Ja. Maar wat gebeurt er? Nou... Mijn vader was als mijn eerste oprichter en dan ik Sterken en ja, nog een stuk of wat wist. Die waren er maar weinigen, ja. Hendrik Sterken, dat is een oma van hoe, hè? Dit neef en nee, dat was de neef van mijn moe. Oh, ja, sorry. Ja, die was wel de eerliever met die ding. Ja, de bekende H. Sterken, R-zoon. Ja, ja. Met zijn gedichten en accordeon. Maar je had wel goed zijn mening op. Oh, maar ja, je hebt natuurlijk iedereen. Die hebt het koor opgericht, een Oude Liedjes. Ja, samen heb ze mijn vrouw gevraagd, want die kon ook wel goed zingen. Tante Jantien, en Gerrit Kreulenkok en mevrouw Vasse. En Dine Egging, Dina Egging, die was uw zuster van CSB'er. Hoe lang is dat alleen dan, waar je het nu over hebt? Nou, dus is meer dikke 30 jaar alleen, denk ik, door bericht is. Want ik ben er, of wij, nou ja, ik en nou dan ook, toch ook wel weer nog 30 jaar bij. Koor bestaat nog steeds. En wat doen jullie? Koor, nou ja. Elke maand of elke viering? Iemand in de maand, ja. Dat is te doen. Hey, nou, en wat zing je dan voor liedjes? Nou, mijn collega Fessie ook nog op zien. Ja. Maar ik zou door de deur zetten in de hele boel, want ik ken die Nederlingen zoals niet. Nou, dan zit hij maar een paar maanden zing, dus dat is hem ook niet. En
Dan stappen we er ook een beetje van af, als dan toch als niet kent en het zo moeilijk was voor je, dan zoeken we maar wel aan op. En zing je dan liedjes over dit gebied of ook gewoon algemeen Nederlandse liedjes? Nou, vooral antieke. Antieke liedjes? Ja, en ook van Langelien en zo. Nou ja, je begint met Stille Eilen, die zong de rest van Schijnen. Het blijft altijd nog een mooie, maar interesse vind je ook heel gewoon. En die vrienden. Ze mag hun beurt opgeven wat ze zingen wil. En dat is toch wel heel mooi. En je zingt ook wel een liedje over een illusie, hè? Ja, zeker. Zou die nog hem doen? Nou, ik zal het proberen. Ik kan het, ja? Dat is de versie van de sterren. Dat vind ik toch wel een heel mooie versie. Ja. Dit is vanavond dan weer Sam. Vanavond dan weer Sam. Nee, Lusen van vroeger, de story van dorp. Laat ons niet met rusten, wat voor geslachten tezamen neerbrachten. Het pand op het boot, dat ons toe is vertrouwd. Toen ons toestel ze vaak. Op al de betrekten, die gauw nou modern op dia's land zetten. Hardwerkende leden, bewaard zo verheden, en ver nog een slag, wat verleden hier bracht. Wat grot moe en moe in krustekies maakten, dat letterwerk wil ook zuinig bewaken, met eerbied bewaren van de ondergangsparen. Bewaren dit pand voor het nieuwe land. Nou, dit is van een neef van Mimo van André Sterke. Ja. Erzone. Oh, hartstikke mooi. Erzone. Erzone, ja. Erzone, ja. Had u er altijd wat bij, hè? Oh, nou, wat een mooi liedje. Het is nog hoog. Je moet het wel hoog komen, maar. Ja. Soms kan je hoog en soms kan je verder, ja. Dus je kunt er wel wat leren bij gebruiken, merk ik. Eigenlijk wel, als Dummert gaat. Of de voorzitter ging ook voor het jaar op de weer. Goh, die heeft. Ik ben nog 24 jaar aan de. Aan de groep wijs voorzitter. En zo zingt hij ook mee in de groep? Nee, dat zingt niet meer. Nee. Ik kom altijd wel bij ons koffie drinken. Oh, dat wel. Ja, ze hadden we gezellig. Ja, ik heb een zin in de burger, deur. In het jonge, jonge dief. Ik zeg het tegen hem, als hij nu een betaald aan de kreeg. Dat was schandalig geweest. Maar voor het zingen van de liedjes, daar kun je nog wel wat mensen gebruiken. Jongen, maar ik weet niet. Of je bent allemaal voorste dag tegenwoordig. Ja, raar. Zo'n geval heeft toch geen tijd voor. Hoe zal dat komen? Moest ik hem? Nou ja, het is eigenlijk zo. Vroeger en de meesten aan het werk dan. Het was allemaal heel gemoedelijk. Maar, tegenwoordig aan de dag. Dan kan je wel zeggen, want je hebt allemaal met die moderne die gemakken en zo. Maar daar word ik veel verlangd, want de zorg. Ik bedoel, als vader en moeder ziek bent. Dan met de kinderen bij wijze van spreken. Maar dat was toch vroeger ook al zo in Hoentiet? Ja, dat was zeker. Maar en dan heeft ze vader kinderen, die moeten op een kleinkinder passen. En dan moet ze zelf nog gaan werken. Dus die moet ook wel best druk, ja. Die hebt uur eng werk ook, hè. Ja, maar ik denk dat er nooit geen aan toe zou komen die alles goed kan doen. Vind je niet raar dat vroeger moest hij alles met de hand doen? Bijna. Ja. Mijn peer. Ja. Dus en dan waren je zo'n beetje. En sowieso, en toch waar je, is de herinnering in ieder geval, waar je minder druk en gejaagd dan ook. Ja, in de buurt kun je zo en proten en zo, dat was best gezellig. En je plaat waren en zo. Dat weet ik niet, maar ik was zeg maar, met een cadeau en zo. En dan waren we door aan mijn zuster Adi en ik op tabelladen en zo. Met onze daghuurder en zo, en tabelskrabben of wat ook en zo. Oosterveen was dat, dat weet ik nog, die kwam hier van de. Bij de grote sloot weg. Ja, mijn vader nog wel geregeld de dag eerder. En dan nam je rustig de titel om hem bij elkaar te gaan zitten broden. In de broden, ja. Dat was ook wel heel gemoedelijk, ja. Ja.
Maar je ging er ook graag op uit, want accordeon. Ja. Heb je ook nog gedaan, hè? Is een streekmuziekschool. Kom, de kinderen die aan, daar de WBU zozeer ook een allemaal de gelegenheid om nou, muziek te leren, hè? Die vader kocht een orgel. Bij Roor, uit Rozenburg komt er helemaal, dan zit hier nog in de schuren, bij de Naagweg en zo. En dat is een 5,5 spels. De kerkeraad die woont als komen voor nou de Delis, dat was ook een zaalvisser van vroeger, de Delis nou. Hmm. En, maar mijn vader denkt te voelen, het is niet duur van me. Het is een mooie geluid en ook van binnen mooi, van binnen is dus een volle mooie die hier op stond. Ja, je hebt er ook. Het is een heel ding. Ik ben ook een keer gekocht op Nervus. Voor 500 gulden. En dan wou ze hem stiekem proberen. Dus ik moet me niet te voelen dan. Ja, maar wel er iedereen. Maar heb je er ook op gespeeld? Bij Hoeshuis op zijn andere orgel dat uit de Rozenburg kwam. Ja, en bij speel een hier nog wel eens? He? Speel je nou ook nog wel eens? Ja, maar nou maar zo'n bevlieging. Want omdat zo kloos zit, spring je nog een keer aan. Ach, dat vind je ook wel mooi, hè? Ja, wat speel je dan voor liedjes? Wat hem je opkomt en zo. En ook wat hem vlug giet en zo. Dat is goed voor de vingers ook, hè? Ja. Ja, want die accordeon die daar zegt van... Moet je zo doen met de vingers. Kijk, anders dan kun je de vingers... Die aan moet eigenlijk aan elkaar komen. Hè? En dan kan ik nog wel rennen. Mm-hmm. Ik doe ook allemaal nog een beetje beenoefeningen en zo in beide. Ik heb een bed en met spin, daar kun je mooi aan vastdoen en wat ook. En dit is voor dat ik zo lang mogelijk in de ogen kan komen. Want ik heb als goed geen 5 jaar mijn ribbewies terug. Maar ik weet niet hoe lang als ik met kan, maar dat wil ik ook helemaal niet weten. Je hebt net een ribbewies weer en je wilt er nog langer gebruik van hebben. We proberen het, hè. Ja. We doen onze best. Dus. En ging je met die accordeonclub ook optreden? Of? Ja, jaarlijks hadden we een grote uitvoering en zo. Ja. Ja. En speel je die ook nog of ben je ermee gestopt? Ik speel het niet meer, want ik heb de accordeon nog wel. Hmm. Maar die ding ben een beetje zo. Ja. En dan zit zo'n orgel af. En ik heb een orgel in de hals nog van mijn zus Femi, die wilde me verkopen, maar die kon niet verkopen. Ik zeg, je maakt wel hem. Hmm. Nou, ik heb er onder gulden voor gegeven. Ik denk, je hebt ze toch wat, hè? Niks is ook maar niks. En dat is ook een heel mooi orgel, gewoon. Ja, en dan zit er nog een keyboard van een van die kinderen. Je kunt wel muziek maken hier in uw Zurich. Dat doe ik wel. Maar dan weet ik ook weer dat je toch aan verhuizen denkt. Ja, zeker. Ik ben 84 jaar en dan, die leeftijd kreeg dan maar niet beter. Niet beter? Ja, maar niet meer. Het is net zoals een buurman van huis mee zit. De kebab, waar wat bij me, daar hiet niks meer af. En dat denk ik ook nog wel eens aan. En wat is uw plan? Nou, ik heb nou zo rond een jaar, kan ik wel anderhalf januari zijn, dat ik dan naar de nieuwbouwwoning ga, naar een van die hulskampen. Kijk eens aan. Ja, en dat moet maar gebeuren. Ik heb er moeite mee gehad, ik heb er tijd voor nodig gehad, ja. Want ik woon hier graag, ben hier gewend. Ik heb beste buren. Hoe buren? Die als het nodig is, over met dat. Hoe dochter woont die naast, hè? Ja, van. Met haar man. Met in Schipbos, ja. Ja, en die wil geen boeren worden, die wil wel boeren, maar die is de winkel begint van La Vida. En die kan ik ook eerst huren, maar dan komt het goed. En dus later weer een stukje behuurd. En nog, dus nog later dan het paard van de landbouwvereniging kocht, ja. Dat is weer een dom. Ja. En door de steen die erin zit, zeg maar, van de oprichters, of van bestuur, dat weet ik niet goed, maar in ieder geval, ik denk dat het van de oprichters is. Die naam op die steen, die heeft straks een paard, die heeft ze Eloy, en die heeft de schunken aan de historische vereniging. Die stort zo nou. Ja, dat was toch jammer om die weg te doen, hè? Maar die winkel heb je ook iets meer van doen had. Ja, mocht ik openen. Ja. Ik zeg het nou, het mag. Kinderen ook wat doen. Samen met de burgemeester, dus dan sta je toch wel een beetje op dezelfde hoogte. Nou ja, later nog een keer weer met, was dat met, zoals een stukje beker of zo. Schoenenwinkel? Hè? De schoenenzaak? In de schoenenzaak, nou ja.
Ja, dat was niet zo groot gebeurd, maar ach, ik ben er toch alleen maar, maar ja. Die mag je ook openen? Ja. Dat is toch leuk? Ja, ik heb nog een mooie foto. Maar ergens weet. Ja, die is het. Dus. Ik had hem al opgezegd. Ach ja, ik heb hier van alles liggen, hè. Leuk hoor. Maar naar de Hulskampen, dus dan gooi je naar een helemaal nieuw appartement. Ja, helemaal nieuw appartement. En dan moet je natuurlijk aan wennen, want dan heb je een heel andere omgeving, een heel ander huis en minder ruimte. Al die materialen, al die orgels kun je niet mee. Dat heb ik ook maar niet doen. Zie je er erg ding op? Nou, ik heb er heel wel moeite mee laten denken. Ik denk, ja, wel niet. Nou, maar ik denk, ja, ik moet wel goed nadenken, jongens. Ik ben 84. Ik vind het wel naartoe gedaan waar men moet. Dus, en dan leef je er ook op aan. Dus. En dan vind je het ook niet meer erg. Maar ja, je mag dan in elkaar knippen. Dat je nog zo over. Dat dat mogelijk is. En jij heeft dat niet gekund. Die heeft dat niet, die het niet kreeg. Dus, en die... Die moest dan zo van alles, dan moet je alles achterlaten. En ik heb nog kans om nog, het is toch allemaal aards zaken, hè? Ja. Je kunt toch niks metnemen. Nee, en nou, daar stel je ook weer op in, hè? Maar je bent toch wel zuinig aan spullen, want ik heb toch zo'n mooi musseling. Vertel door eens wat over. Nou, dat zal ik ook vertellen, want het is de mooie wel ja. Ik heb zoveel via je. Henk van Dina van Leuzen, zeg maar, ja. Heb ik van de schoonzus van u, Jenny Hemstede Westerhof. Ja, de Ankermediek. Die woont van de Ankermediek, de Rijnse boerderij. Ja. En dat ik van Jenny haar vijf moe was, die altijd kleine lied om me aan te trekken met die of de gebeuren, zeg maar. Zoals mijn dans of wat ook. En toen ging Jenny verhuizen naar Dalsen. En toen zegt ze van, toen bent ze mee, zegt ze van, Jenny, ik heb nog wat veel, kom maar. Nou, en daar heb ik een heleboel van gekregen, hoor. Van dit soort mutsen en zo? Mutsen en zo, ook maar hier van de buurman Henk van Leuzen. Zeg maar, want ja, die had wel broers en zo, maar die waren nog vertrouwd. En die hadden er ook geen belang bij. En die wel, wat waarom... Geef ze die aan hoe? Doe je er iets mee? En best weet dat ik er nog wel allemaal wat mooi vind en zo van vroeger en zo. Mm, he. Ja. Want door dat ik ook een man ging en een vrouw ging. Ja. En die witte muis heb ik zelf gemaakt. En de zaken gebreid en de sieraden en zo verzorgd en zo. He. Hartstikke mooi. En, is dat de echte neluzige kleding? Ja, dat is neluzige kleding. Ja. En toen wilde we ook graag, wilde ik met de familie in neluzige kleding op de foto, maar dat. Lukt niet, maar zoveel kleren is er niet voor zo'n hele familie. Ja. En dan wel een stapelse foto van die kleinkinderen bij elkaar en zo. Ik stel het ook met mijn hand op, ja. En ik ben aan het moment gewoon, ook al waren ze niet zo stapelsachtig, ja. Zeg maar, om door een hand te trekken, maar ik heb het gedaan, dat is mijn idee. Wat mooi. Ja, dus nu wij een heel euro die van dit soort, maar dat neem je allemaal wel mee, neem ik aan, naar de Hulskampen. Dit giet allemaal wel mee naar de Hulskampen, toch? Nee, dan heb ik 14 de kinderen allemaal zo'n mooie muzzen. En dan, ik ga wel aan het sorteren en zo, nog wel haast. Ja. Wat heb je eigenlijk met de kermis, Jannie? Nou, ik woon neer in Noos. En als ik dan bij ons achter thuis was, dan heb je de drinkbeuren en zo. En dan kreeg je de zin aan. Maar je woont hier niks, dus dan denk ik er ook niet aan. Maar daarom vind ik het wel mooi altijd, ja. En in de kekenwals en zo die dingen, zo, ja, ik hou er wel van. De kekenwals? Kekenwals was zo'n ding met een paar stangen en dan ging dit is zo in en weer. En dan ging je vanzelf, je kon ook mee naar voren lopen. Een kekenwals, zo in dat ding. Je stond toen een keer in de krant met uw dochter, dacht ik. Ja, met de drie. Hoe kwam dat zo? In de dreimolen? Nou, in de dreimolen, ja. Nou, ik wou gewoon graag gaan zwemmen en zo. Maar toen ging ik schoon zo'n Theo Post ook met. En dat mogen we, maar toen bleek dat Theo die dingen ook gestuurd had aan zijn. Voor ons. Waskruimen natuurlijk.
Nou ja, dat was niet zo hard, maar ik stond eerst met binnen te kijken. Maar iedereen vindt het raar en de ander, die zeggen ik vind het wel mooi. Nou, ik heb ook een mooie reacties uit dus. Ja, ik zag echt een mooi foto ook dat je aan buks schieten bent. Oh. Maar dat kon je ook goed, hè, want eerder heb je ook wel eens geschoten. Ja, ik was een keer in de gebouw van de jagersvereniging in Toorsteen. Nou, om te begonnen doen ze wilden en buksen. En dat vond ik ook altijd heel mooi. Hè? Ja, ik was alleen, dus ook geen tegenstander, maar dat duurde op de schuurdeur en de schuurdeur. Dat duurde ik ook wees. En zo, nou, ik wou mijn kracht nog eens zijn beproeven door in die school en zo. Nou, en ik heb hier het ding niet liggen, maar ik heb nog wel. Ik vind het altijd nog wel mooi om te laten zien dat ik al die kind, zeg maar, in de ronde in die schijf schuurde. Ja. Je kon goed schieten? Niet bieden, maar dus ik heb wat je gewoon praktiseerd. Ik denk, goh. Dat, als ik een jongen was, dan wat nog met de jagersvereniging. Maar zo weet het nog niet komen. Ik heb ook wel gedacht, ja, toen als ik een jongen was, dan geloof ik dat mee de handel ook nog wat liggen had. Ja? Ja. Ja. Dus mijn broers en zo, mijn moeder zei ook wees van, als je wat makkelijker aankomt, kun je ook makkelijker iets uitgeven als het nodig is dan, hè? God, we hebben een keer een appels plukken gewoon. Mijn oom uit de moord, daar is sterk, die ging ook bij. En dan ging er wel meer in, maar zo van de familie. Ze zeiden, ja, ik geloof dat ik ook een keer in gehoord. En ik zeg, nou, als ik in gehoord, ga ik ook met. Nou, en dan tussen de Belgen reden. Eerst een neem uit de koen, moest een klant in en zo. Dus dan ben je gewoon drank met. Maar jong bent, kan je buiten. Ja. Ja, en dan ben je weer. Dus, wat een prachtig gezicht. Al die jonge boom daar in de boom gaat met al die appels en zo eraan. Waar was dat? Dat was in de Flevopolder, een boer uit Zeeland was dat. En ze zijn altijd zo wat eerste klasse. Ja, want dat wil ze graag hebben. En ik, ja, zang en zo, ja. Ik was alles gewend. Ik had een borstenplaat en ik was mijn tochten vol. En toen heb ik weer wat afgezaagd en zo. Maar die blokken heb ik niet gedaan, ja. Je ging de tang zijn. Ja, ach ja. Ik vind. Ja, zeker, dan kun je een hele beurtje. Oh, no. Dat heb jij er ook nog gedaan. Al die verf, ik heb heel veel verf toch. Kies, en die heb ik gekocht van 24 gulden, van mijn zwager, van mijn krullen. En is die verf ik dan op en zo. Het is een axelmachine. Dan moest je een strooi leggen en dan de rein die ding niet hebben, hè. Is die naar haar buurt. En je wint tussen 12, 40 liter melkbussen en zo. Daar heb je ook nog acht wegen en dan was mijn zuster en ik. Natuurlijk, ik ben boer. En de boer, een buurman van ons, die was peerkoper en ook wat boerderijen erbij. En die ging iedere week in Utrecht. En die ontmoette door die boer. En die zag hem, de dienstmeid was ziek, die was link en zweren naar mij. En zodoende binnen wij toen, mijn zus en haar, toen waren we naar buurt en zo, hè. Een week en een west. Nee, acht weken zeg maar. Ja, en elke. En toen ik 19 was, zei mijn jongste zuster. Ik zei, we gaan al drie van bij het nut. En we hebben trouw en doe vijf mee. En dan moest ze. Dan was bij een beker. Dan moest je een loodje trekken? Ja, met mijn drum trekken en de vijf mee. Nou, bij een boer Norst, bij een beker zeg maar. Timmer wordt zo te nog. Die allemaal van. En die moest erin hebben, die vrouw was ziek. Ja. Die ook melk kon. Nou, dan mocht ik doen. Ja, leuk. En toen later ben ik door en door, want de zoon kwam erbij, want die woonde aan de stouw en die boerderij was niet van hem. En die kwam toen door bij je en zo met de kinderen en zo, en de kon die vrouw daar werk bij doen. Maar toen ben ik via Delga-Massier naar Luxemassier gewoon anderhalf jaar toren geweest en door ik ook anderhalf jaar toen boottrouwd. Waar woonden die Massiers? Massier in Toosteindienen en dan Trooi Herder weer wel, hè. Maar ja, dat is allemaal eens een keer afgebrand. Het is een neobouw, maar in ieder geval is het zo'n paar maal neobouw. Nu zit er aan. Van mijn kleinzoons heeft ze nog een werk. Gewoon maar wat ze verdienen. Ja. Bij bijntjes. Ja, ja, bij het is zo mooi. Is er ook verschil trouwens tussen Nulst en Neluus en hier zo? Nou, het was zo eerder. Toen hij weer verkeering had en dan kwam ik natuurlijk ook weer bij de Jans en Neluus. En zo, ik had weer een schoen. En toen kwam die dochter, die wou ook weg graag met een schoen. Ja, maar ja, daar zie je het best in, nog niet. Maar Gries kreeg ook wel, zo'n Gries kreeg ook wel met een schoen. Die waren misschien iets veel uit dan met het west en zo. Denk ik zo. De nul is iets moderner. Iets meer misschien. Als je nou iemand of
een organisatie een pluim mag geven. Wie verdient er nou een pluim als dat ook lag? Nou, ik vind de mensen in de zorg en zo. En alle die vrijwilligers en wat ook en zo. Want als ze die niet zijn, dan zegt er niet best uit voor een heleboel mensen. Mm-hmm. Hé? Ja. Vrijwilligers in de zorg. Ja. Ken je ze zelf ook? Nou, Aminkov met Henny Kouwen, mijn nichten, die hebben ook boelen gedaan in de Hulskamp, maar zo, die helpt er altijd bij. Maar die nog niet, mijn nichten, die er zelf ook al, hè, want die heeft last van de rug. En die kunt onder mij te wonen, hè, Gert. Oh ja? Ja, ik kom op 2e etage. Hmm. En ja, er waren er veel meer, niet alleen die, maar. En Hendrik Kouwen, mijn neven, van Everdom, van Evert Kouwen, ook ja, met Klaasien, denk ik ook, met zijn vrouw. Ja. Andere mensen helpen. Ja. Het is ook een dankbaar werk. God, ik wil eerder ook eens graag met de zonnebloem of wat dingen toe doen. Maar ja, het valt niet zo hard met dat je zoon had en je wordt nog in 80. Dus daar kwam je er al niet aan toe. Ik heb volle collectors lopen, volle cursussen gevolgd. 8 jaar penningmeesteresse van bijgenootschappen was. Nog dan wel zo over de, met de telefoon. Maar die man die wil uitschijnen hier in het Westen, in de Boezekool was dat. En dan denk ik, nee, systeem mag een andere doen. Als hij aan een tijd krijgt, dan denk ik, ja. Als hij maar zo denkt, dan krijg je geen volk. Hè? Maar ik heb er ook weer van geleerd, ja. En het was ook wel volk altijd ook met hem. Wat moesten jullie doen nou voor het Nederlandse Bijbelgenootschap? Nou, gelden op aan de boerders niet betaald van zo zeg maar, hè? Een jaarlijkse vergadering. Een keer toen ik met mijn neef aan de koonwees en ik in mijn dood toe begon in Adenwijk, dat was een jaarlijkse vergadering, hè? Mm-hmm. Centraal in het hele land. En toen waren we alleen, want dan ging niet nee, ik denk ja, met de tafeline. En ik dus alleen met de trein, en toen had ik ook geen tijd met de race. Vroeger toen naar Brooklyn ging om een T-Sterring in Brooklyn. Gewoon weer met vakantie. Maar dus, het werd vergeten om kaarten te komen. En, maar dan kon je de trein nog doen. En het kost me wel iets meer, maar bijbegenootschap heb betaald. Dus. Van spanning natuurlijk. Ja, ja, ja. Omdat ik er niet gewend ben. Nee. Maar ik ben er welkom. Ik wil u hartelijk bedanken, Jannie, voor dit mooie gesprek. En, ik word ook wel gezellig. Alles wat je verteld hebt en laat zien hebt. En, Och, God, ik ben er zo drang mee geweest. Met die voeder, ik denk toch een beetje dat er een beetje op blikt. Nou ja, ik voel me niet zo bezwoord, want als je straks gaat verhuizen, dan moet je toch de boel eens een keer opruimen. Ja, opruimen. Dus want ik kwam helemaal voor u. Ik heb wel zo vaak gedacht, jongens, ik moet je aan de voeder, maar ik kwam niks van. En nu kom je een heleboel tegen en zo. En dat vind ik ook zo mooi. En dan kan ik al een heleboel zien, maar ik heb nog veel meer. Ik zal kom je later nog een keer weer hoor? Wie weet. Ik zal me je vast niet vervullen. Oké. Okay. Zolang ik zo ben. Bedankt. Heel mooi. Doeg. Je ook bedankt. Ja. En je ziet er zo mooi uit. Dank u. Je ziet er ook mooi uit. Gewoon mooi, hè. Geweldig.